Hey, welkom terug, dit is Dutch Dragon en het is 21 december 1937. De oorlog is nog ver weg. Nederland is er ook absoluut nog niet klaar voor. Dat gaat wel langzaam, heel langzaam veranderen. Region-wide industrial integration, wat is dat dan? Any owned state has not already received an extra building slot from infrastructure fully controlled by Netherlands. Cannot build one more infrastructure. Holland add one building slot. Ja. Leuk, maar niet heel belangrijk. Hey, er kwam nog manpower bij. We krijgen er nu 72 per dag. Niet heel veel. Dit is zelfs gewoon ontzettend slecht. Supply. Zo. Niet zo belangrijk. War support is nog steeds 0. World tension gaat wel omhoog. Ik moet echt een beetje war support mee gaan krijgen. Niemand zin heeft in oorlog. Dan... Maintain trade neutrality. Wat doet dit? Both Germany and United Kingdom have at least 50 trade influence points. Nou, er is er niet. Of gateway, oké. Okay. At peace met allebei. Krijg ik 80 political power, die krijg ik, want ze hebben allebei een x aantal punten ingevoerd. En daarna kan ik Oranje boven. Gain national spirit Oranje boven, which grants daily support for unaligned plus 0.1. Voor unaligned? Oh, dan ga ik een soort... Ja. Dus ik heb... fascist, zeg Hitler. Communisme. Mijn eigen stroming. Dan word ik een soort onafhankelijke groep. Ben ik geen democraat, dan word ik een soort onafhankelijk iets. Dan krijg je dus die New Dutch Unity. Of we gaan democratisch. Dus democratisch. Ja, een neutrale groep. Dat is wel leuk. Totaal iets anders. Little Churchill krijgen we dan. Gij niet. Only man in the government. De vernieuwing. De politiek van Wilhelmina, waarmee zij zichzelf wat meer macht dacht te kunnen toe-eigenen na de oorlog. Dit hele plan werd bedacht tijdens de oorlog in Londen. Het free off-map military factory. Kijk, krijg je dus gewoon drie military waar je ook zit. En dan Wilhelminism. Om mijn eigen... Gains national spirit, German defectors, which will periodically generate units with 7 infantry and 2 artillery battalions. Cool. Een soort Engeland-vaders idee. Je krijgt gewoon random units aangeboden. De vaarplicht. Oh! 2,5% extra mensen die in dienst gaan. Dat is ook wel heel prettig, moet ik zeggen. Maar dan kunnen we ook... doen met Unite True Democracy, kunnen we ook die route. Maar Oranje boven. Dat is wel leuk. Maar ja, zo komen we er ook. Nou, we gaan zien. Opties genoeg. Met name die 2,5% in bevolkingsziekel zitten. Dat zullen we toch langzaam moeten regelen. Als we echt wachten tot de oorlog uitbreekt, dan kunnen we heel veel punten in reserve hebben. Maar dan zijn we misschien al te laat. Daarnaast moeten we natuurlijk ook werk gaan maken van onze, hoe heet het, waar zit je? Ik ben al kwijt, het land onder water kunnen zetten. Ja. Overturn military budget moeten we daarvoor doen. Oké, dan gaat dat als eerst volgende, of pakken we eerst nog even de industrie mee? Nee, dat heeft niet zoveel zin. Nee. Extra infrastructure in Curaçao en zo, ja, het is leuk. Kijk, hier wel. 24 extra oliekuren, dat is belangrijk. Daar, oh, dat was die met Shell. Dus dit is 210 dagen. Dan zitten we, ja, zitten we al met 39. En dan nog heel die oorlogstak hier vrij spelen. Vind ik erg laat. Nee. Tension is rising. Ja, niet 15 war support. Anders hadden we al genoeg. Dus die war support moet omhoog. Met een mannetje voor. Horsport, plus 5%.
The only man in the Dutch government moet ik daar wel hebben. Political power gain, stability. Ja, die anderen kunnen allemaal niet. Philips? Electronic speed, ja. Toch meer voor de industrie. Maar ja, die heb ik daar wel al grotendeels zelf onderzocht. Dat kun je toch misschien beter Philips hebben. Maar 7000 wapens nu hebben. Ja, dat is echt gigantisch veel. Ja, dat doe ik ook. Laten we maar even op de luchtmacht investeren. Construction. Kijk, die dan daar klaar is. Ja, dan moeten we echt eerst forten gaan bouwen. Dan kunnen we daarna hier. Nee, die kan dus ook sneller. Ja, die ook. Die is veel sneller. Laten we die maar eerst doen. Modify government. Ik wacht er even mee. Als ik dan dadelijk meer woordsport heb, kan ik in ieder geval het aantal beslissingen tegelijk nemen. Wat ben je ondertussen aan het doen? Mag ik in Sudetenland gaan langzaam? Anschluss, kan ook. Oostenrijk. Ik ben benieuwd of hij het gaat doen. Lijkt me wel, maar... 20 dagen. Convoys for trade and supply 123 al, flink. 6 per week, construction, check. Close air support, fighter. Oh, die verkeerde gepakt. Zo. Het lukt dat we vliegtuigen bouwen, maar laten we ook maar gewoon een beetje modern bouwen. Zullen we toch bezig zijn? Overrun militair. Oeh, shoot! Nee, ik ben... Oh, dom. Ik had die research eerst moeten pakken. Waar ging het me nou net om? Nou ja. Hé, crisisjaren zijn weg. Dat is wel mooi. Shell shocked. Ja, oké. Aloof neutrality. En is dit de stability hier zo? Zonenrijk, declare war on Austria. Oké, hij heeft dus geweigerd. Geinig. Ik denk dat hij ook geen core hierop krijgt. Omdat hij daar dus niet de volledige winst pakt, denk ik. En het zijn natuurlijk mountains, dus... daar heeft hij blijkbaar niet helemaal last van. Oh, hij komt hier niet... Ja, dit is natuurlijk wel een lekker stukje om te verdedigen. Maar ja, is dan wel... Hij kan toch instorten. Kijk, als Wenen valt, houdt het natuurlijk op. Extra research slot. Oh, die pakt hij nu pas aan. Leg me daar met dat betreft misschien niet heel veel achter. Advanced machinery tools. Construction. Daar wacht ik even mee. Het is tijd dat we in de wapens gaan investeren. Kijk, nu zegt hij dat we even zegt in het Duitsland. Dat is natuurlijk makkelijk, want hij is hier aan het vechten. Tirol houdt nog een klein beetje stand, maar dit is snel lopen, denk ik. Wenen wordt nu aangevallen als die valt, is afgelopen. Valt nog niet. Kraas wel, denk ik. Ja. Ja, dat is... Daar gaat hij. There you go. Bye bye Austria. Hey, Warsport gaat naar 8% vanwege de world tension dan, denk ik. Ja, plus 8, dan denk je anders min 10. Oké. Kan ik al mee? Free trade. Ik heb niet heel extra. Te veel in de kolonie schuiven. Nee. Extra research slot, thanks. Deze. Ja, develop Randstad. Dit is denk ik nog een ietsje te vroeg, maar krijg je wel wat forten mee.
Fortress Holland. Ja, ik moet nu gewoon even op de oorlog voorbereiden. Even geen industrie, kan altijd nog. Kijk, dit blijft het straks ook leuk. Stel, natuurlijk gaan we niet Duitsland veroveren in die tijd. Wow! Oké, Hongarije is ook gevallen. Ik wist dat hij daar ook mee in oorlog was. Die hadden misschien een alliantie. Soft Attack Organization of Recovery Rate. Soft Attack Organization. Soft Attack. Ik wacht daar heel even mee. Air. Air Doctrine. Air Superiority. Fire Detection gaat omhoog. Fire Detection 15% en More Experience. Of Operation Integrity. Tactical warrant with flexible and can perform both ground support and regular bombing. Ja, dan heb ik natuurlijk voor close air support. Nee, het geeft air superiority en dat wil ik uiteindelijk ook hebben natuurlijk. Kost wel heel veel tijd. Even kijken, engineering, is er iets wat echt moet? Deze krijgen we blijkbaar. Maar ik zou niet zeggen gratis. Het is research speed, dus. Right. 9%. Zodra die op 10 springt, dan. Moeten we in ieder geval andere mobilisatiewetten afkondigen. Komt u maar. Nee, nog niet. Hij is ook al gevallen, dus het zal niet meer worden waarschijnlijk. Ja, ik moet zelf world tension gaan creëren, maar ik kan natuurlijk nergens een claim opleggen. Nope. Unknown focus. Wat ging die doen? Ja, richting Roemenië, maar die hadden een deal met de Polen, toch? Zeiden ze, infrastructure bonus is weg. Construction. Kijk, Brabant zit goed in zijn bunkertjes inmiddels. Bevelen? Goed, dit is in ieder geval werk verzet. Prepare the intimidation lines. Land for the construction speed, plus 10%. Kijk, dat is ook prettig, goed om te weten. Had ik dan misschien die ene nog eerst moeten bouwen? Nou, maakt het niet al uit. Ik zit het trouwens met mijn... Hier de internationale. There we go. Germany is the greater threat. Relatie met Duitsland gaat naar min 50. Add one land fort in a province in the state. War on pacifism. Oh kijk, die shell shock dingen gaat er dan bij mij af. Dat is heel belangrijk. Dan moet ik nu partij kiezen en kies ik gewoon voor de Engelsen. Heel verrassend natuurlijk. 39 is het nog niet. Marines is leuk, maar zonder manpower heb je er niet veel aan. Deze sluiten. Engineers. Oh ja, die had ik al lang moeten hebben. Hetzelfde heb ik eigenlijk voor anti-tank guns. Ik weet niet of ik aan het bouwen ben, maar... Anti-tank, anti-air, artillery, motorized, anti-tank, daar zijn. Tungsten, Portugal, staal, blijkbaar weer iets minder nodig. Oké, nieuw vliegtuig. Fighter 1, there we go. Gelijk doorontwikkelen is te vroeg blijkbaar. Carrier fire heb ik ook niet nodig. Land doctrine, artillery. Die wel.
Moet ik niet zo heel lang. Pakken die maar mee. 10%? Nee, nog steeds 9. Ik rond hem hier weer af. We gaan dus, nu hebben we echt partij gekozen. Germany is the greater threat, hebben we gezegd. Russia declares war on the Soviet Union. Oké, burgeroorlog hier. Sudetenland bestaat nog. Nee, is hij zelfs een beetje aan de late kant. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Oh, misschien ook niet achter. Hetzelfde geld is hij al tegen ons aan het plotten. Ik denk het niet hoor, maar ik weet het niet zeker. We no longer get the effects from Zuiderzee. Achievements, jammer. Nou ja, goed. Ik rond hem hier af. Het is september 1938. Het Sudetenland zou normaal gesproken een beetje gaan vallen. Is nog niet aan de hand, maar kan een kwestie van tijd zijn. Misschien durft hij het ook niet, omdat hij dan toch in oorlog komt met de Fransen. Het blijft spannend. We gaan het zien. Voor nu, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.